Je hoopt altijd dat in de nacompetitie dat ze volgen de beste wedstrijd van het seizoen gaat voetballen. Dat was vandaag niet het geval. Klopt dat? Nee, dat klopt, maar die bewaren we ook voor zondag. Oké, okay, wat gaat er zondag en anders dan vandaag? Nou, dan hoop ik dat de score aan onze kant iets meer is. Hoe gaan we dat aanpakken dan? Nou, ik denk niet dat we heel veel moeten veranderen. Nee. Nee, in de tactiek niet. Kijk, wat deze wedstrijd wel had, gewoon twee snelle doelpunten in elke helft. Loop je in principe achter de feiten aan, tegen een goede tegenstander? Nou ja, goed, ik vond hun gewoon een goede tegenstander. Goed gedisciplineerd en goede spelers. Dat kon iedereen zien. Ik vond alleen dat wij niet goed begonnen. Niet onszelf. Niet ons... Een beetje spanning in het elftal, klopt dat? Ja, dat was duidelijk te zien. Ja. Volgende keer even in de kleedkamer iets lokkers om de spanning er even van tevoren uit te halen. Nou ja, goed, weet je, de spanning die bouw je zelf op. Dat doe ik niet. Uiteindelijk weet je waar het om gaat. En als je in de competitie 30 wedstrijden voetbalt en je moet een toetje spelen, dan gaat het over 4 wedstrijden. Ja, dan moet je zorgen dat je er als winnaar uitkomt. 2-1 verloren tegen goede tegenstander. Wat gaat vandaag de doorslag? Ik weet dat je eigenlijk nooit graag over de scheidsrechters praat. Laat ik het zo zeggen, het was geen thuisfluiter. Nee, maar dat doe ik vandaag ook niet. Doorslag gaf dat een goal meer maken als ons. Ja, maar dan wil ik graag de reden weten waarom. Want in principe, Zwolle kan ongelooflijk goed voetballen. Die kunnen ongelooflijk veel goals maken. Kijk maar naar de laatste wedstrijden. Heeft dat echt puur met de tegenstander te maken of ook aan Zwolle? Ja, aan onszelf heeft dat te maken. Kijk, de eerste goal, net wat je zegt, die valt heel snel. De jongen maakt een goede actie. Trouwens, een supergoede speler. Hij komt naar binnen en hij schiet hem uit de hoek in. Ja, dan hebben wij even het nakijken. En dan kom je langzamerhand kom je terug in de wedstrijd. En dan net voor rust maak je de 1-1. En een penalty gestopt door Marco, 1-1 vlak voor rust. Iedereen dacht, dat is goed voor het moraal. De mensen zijn geslepen, de kopjes gaan omhoog en de tweede helft gaan we vlammen. Het liep toch eigenlijk iets anders, want in de tweede helft kregen we ook snel weer een tegengoal. Ook door een goede actie van de linksbuiten van de tegenstander. Ja goed, maar het liep anders. Na die goal hebben we het gewoon opgepakt. Ik denk dat we tot de 93e minuut hebben geprobeerd om een goal te maken. Je kunt ook zeggen van nou, je staat 2-1 of we moeten nog naar Goes. Je kunt alles dichtgooien, maar ik denk dat we vol voor de 2-2 zijn gegaan.